Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 1. Ik heb het paard overigens ook nog niet voorgesteld, dat doe ik ook even. Nummer 1, dat is Lieke Elf van de Lietse Gaast. De vader is Olaf en de moeder is Nikle. Oh, dat heb ik al wel verteld. Een 9-jarige merrie. Is een merrie met voldoende rasuitdrukking, voldoende sprekend hoofd. De hals zou ietsje verticaler gesteld en iets langer kunnen zijn. De bouw is bevallen bemerking op het middenstuk. Hij is erg gezonken, waardoor hij een driedelige indruk maakt. En is ook erg neerwaarts gebouwd. De beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, is correct gesteld. De oeven die zijn wat laag in de verzenen. De sterke kant van deze merrie, dat zijn met name de stap en ook de draf. De stap is met ruimte en met ruim voldoende kracht. Stapt hij ook verder een ruim voldoende lichaamsgebruik. De draf heeft een makkelijke manier van beweging. Ja, de bouw staat hem een beetje in de weg om het bovenlijn goed aan te trekken. Maar wel veel ruimte, met veel gemak draaft dit paard. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Gezien zijn manier van beweging. This mare is registered in the studbook with studbook without a premium.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 2, Veronica van Hey. Een voldoende rastypisch paard. We zien graag dat de hals iets verticaler gesteld is. Het hals wat horizontaal, zou ook wat meer lengte kunnen hebben. Het hoofd is voldoende sprekend. In bouw, het is een langgelijnd paard met een goede schouder liggend. Wel een bemerking op de aansluiting in de lendenpartij, die is erg strak. Het beenwerk heeft kwaliteit, uitstraling is vroeg, maar voor zou die veel correcter kunnen zijn. In de voorbeenstand is erg toontrederig. Dan komen we even bij de stap en dan komen we ook even de wat strakke ruglijn tegen. De stap die mist mist regelmaat. Het zou wat vloeiender door het lichaam kunnen, meer souplesse daarin kunnen tonen. De draf waardeert deze merrie zich wel op, heeft een krachtig achterbeengebruik, zou wel iets meer onder het lichaam geplaatst kunnen worden. Heeft ook een goed voorbeengebruik, ietsje strak in de bovenlijn, maar ruim voldoende in de manier van draven. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. De stap die keert een primering. This mare is in the studbook. Is registered in the studbook as a studbook mare without a premium. Dan gaan we nu verder met nummer 3. Dat is Anne-Marit van Hikkaert. De vader is Reinder en de moeder is een jonge Ulke. De fokker-eigenaar is de familie R.S. Visser in Bedaard. De hoogtemaat van deze merrie is 1,68.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 3, Annemarit van Hekkaert. Dat is een Riaal langgelijnde merrie met een goed gesloten bovenlijn. Een merrie die met een goede rasuitdrukking, verticaal gestelde hals met een mooie boog. Het hoofd zou daarbij ietsje sprekender kunnen. Zoals gezegd, een correcte bouw. Ietsje strak op de lendenpartij, maar wel veel lengte in het lichaam. En ook een paard wat opwaarts gebouwd is. Het beenwerk straalt, zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. En we hebben wat de bemerking op de voorbeenstand. Het paard stapt met voldoende ruimte, zou daarbij iets meer lichaamsgebruik kunnen laten zien. De draf, dat toont deze merrie met een goed achterbeengebruik. Een opwaartse manier van draven zou daarbij misschien ietsje meer souplesse kunnen laten zien. Maar met wel veel ruimte en een goede balans gezien de draf en de bouw, wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare will be in the studbook as a second premium star mare.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 5, Debbie 2 van den Eel. Het is een merrie die zeer jeudig is. Zou over het geheel iets bespierder kunnen zijn. Wat we bij deze merrie vooral missen is de uitdrukking, de rastypische uitdrukking. Hij mist de uitdrukking in het hoofd en we zien ook graag dat er iets verticaler gesteld de hals is en ook iets realer in de voorhand toont. Zoals gezegd, de bouw valt op zijn jeudigheid, maar wel zeer hellend in het kruis. Het beenwerk mist met name de correctheid. En met name de correctheid in het voorbeen. Hij heeft ongelijke hoeven, met name linksvoor. En dat kwam ook duidelijk weer naar voren in de manier van draven, waarbij hij een onregelmatige manier van draven liet zien. Het beenwerk is mist, zoals ik gezegd heb, correctheid. En ook de bouw van het spronggewricht hebben we een bemerking. Dan de draf, die toont je wel veel kracht vanuit de achterhand. Hoeft natuurlijk veel buiging in het spronggewricht. Maar mist daarbij de regelmaat, met name het laatste stuk. Dan valt hij te veel op de voorhand en dan heeft hij ook last van het linker voorbeen. Al met al, deze merrie kunnen we helaas niet opnemen in het stamboek vandaag. This mare is not registered in the studbook today.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 6, Douten van Plexat. Een reaal gebouwde merrie, lang gelijnd, lang kruis, ietsje hellend. Paard met veel rasuitdrukking, veel front. Met een goede bruikbaar gestelde verticale hals. Het hoofd is misschien iets lang, maar is sprekend. Veel rasuitdrukking. Paard ook met ruim voldoende jeudige uitstraling. Het beenwerk is hard, maar het is wat een gebogen achterbeen en enigszins week gekoot. Paard die stapt reaal vanuit het achterbeen. Met goed lichaamsgebruik zou erbij iets meer ruimte in de voorhand kunnen tonen. De draf zeer gedragen, met een sterk achterbeen. Goed ruggebruik, drukt zich op. Ook hierin zou die ietsje meer schoudervrijheid kunnen tonen. Al met al staat hier een merrie voor ons met een ster eerste premie. This mare will be in the studbook as a first premie star mare.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 7. Een paard met een voldoende rasuitdrukking. Het hoofd is voldoende sprekend. De halsvorm is goed verticaal gesteld, maar mist wat lengte. De bouw wel een bemerking, met name op het middenstuk. Die is gezonken en dat zien we ook terugkomen in de manier van beweging. Wanneer die in beweging, met name in de draf, dan drukt die rug ook naar beneden. Dan blijft hij wat in drie stukken. Dan komen we bij de kwaliteit beenwerk. Kwaliteit bij straalt voldoende kwaliteit uit. Iets stijl achterbeen, maar verder voldoende kwaliteit. De stap die is krachtig, maar zou er iets meer ruimte kunnen maken. Dan de draf. Het paard heeft heel veel techniek in de benen en maakt zich ook wel mooi in de voorhand, maar zou wat meer de bovenlijn kunnen aanspannen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare will be in the studbook with a third premium. Dan hierbij de uitslag van nummer 8, Yvonne Marit van Hickard. Een royaal gebouwd paard, lang gelijnd.
zou iets meer rasuitdrukking kunnen hebben en met name in meer verticaal gestelde hals en we missen wat neklengte. Maar zoals gezegd, wel staat wel over veel bodem en is lang gelijnd. Bemerking in die zin op het beenwerk dat hij een erg gebogen achterbeen heeft. Dan de stap. De stap zou wat meer lichaamsgebruik kunnen tonen, ook wat voldoende in ruimte. En in de draf, dan blijft de merrie wat op de voorhand lopen. Hij heeft er wel een makkelijke manier voor lopen, maar we zien graag meer balans en een achterbeen wat directer onder het lichaam geplaatst wordt, zodat hij meer de opwaartse manier en ook een meer gedragen manier van beweging laat zien. Dat missen we hier vandaag. Dit paard wordt vandaag geprimeerd met een derde premie. This mare is getting a third premium today.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 9, Bente van Dweenbos. Is een merrie met ruim voldoende rasuitdrukking. Zou iets meer nek kunnen hebben, maar wel een sprekend hoofd. In de bouw is ruim gelijnd, iets hellend in het kruis en daarbij ook iets gezonken in het middenstuk. In het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is iets recht achterbeen en de voorstand is, zou iets correcter kunnen. De stap, daar zien we graag meer ruimte in de stap. Paard heeft wel een voldoende kracht vanuit de achterhand, maar zou er wat meer lichaamsgebruik moeten laten zien. En dat zien we ook terugkomen in de manier van draven. Het achterbeen wordt voldoende onder de massa gezet, blijft een beetje strakter in die bovenlijn. En we zien ook graag wat meer schoudervrijheid. Dit paard wordt vandaag geprimeerd met een derde premie. This mare is gets today a third premium. Ja, dames en heren, dan komen we nu bij nummer 10. Dat is het laatste formeel te keuren paard. Dat is een Veulenboekhengst. En daarna dan krijgen we de merrie terug met een eerste premie. De Omer merrie. En nummer 10, dat is Dirk. En Dirk heeft als vader Beert.
Hierbij dan de uitslag van nummer 10, Dirk. Dus een riaal gebouwde hengst met ruim voldoende rasuitdrukking. De hals zou daarbij iets verticaler gesteld kunnen zijn. Het hoofd ietsje sprekender, maar verder wel een correcte belijning. Is neerwaarts gebouwd, maar verder voldoende aangesloten in de bovenlijn. Beenwerk is een beetje laag op de verzen, maar het straalt ruim voldoende kwaliteit uit. De stap, dat is een beetje de bottleneck bij dit paard. De stap die mist ruimte en mist ook de regelmaat, met name in de regelmaat in het voorbeengebruik. De draf, het paard heeft een makkelijke manier van lopen, goed voorbeengebruik, buiging in het spronggewricht. Het achterbeen komt erbij iets van ver, waardoor hij ietsje zoekende is om zijn balans. Gezien de manier van stappen kan deze hengst vandaag niet tot ster worden verklaard. Stallion is no star stallion today because the walk is not sufficient enough. Dames en heren, dit was dan de reguliere keuring. We wachten nu nog even op de Mary, de eerste premie Mary, die terugkomt om voor de tweede beoordeling. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de tweede beoordeling van Doutzen van Plexat. Het is een riaal, goed gebouwd paard, met ruim voldoende rasuitdrukking. Iets gebogen in het achterbeen, het paard laat ook nu weer een goede stap zien. De draf misschien ietsje minder sprankelend als vanmorgen, maar toch met goede techniek, met de nodige lossigheid. En dat is voor ons de reden om van deze merrie een voorlopige kroonmerrie te maken. This mare will be today a professional crown mare.
is good in the walk. I should say it's a good, correct racial type, good in conformation, good quality in the legs, a little bit long after leg, and a good walk, and also a good trot. Wel, dames en heren, dit was de keuring dan hier in Hoorns ter Zwaag. We zien u van de week en ik denk ook morgen met veel plezier terug wanneer we bij de voorrijdagen zijn van de hengsten. Well, ladies and gentlemen, we will thank you for your attention to this curing. And it was good weather, we had nice curing. And we like to see you back tomorrow morning when we are in Ermelo with the stallions who are doing a presentation there. And we are also there to watch this. Thank you very much and see you later on.